En niet voor niets. En die draafwekkers. Kijk, dat begint maar kans te typen. Nu in mijn leven heb ik niet voor niks gekregen, hè? Mag u toch om een minimum aan beschaafd taal gebruiken? Ik had altijd aan mijn manneke kunnen vragen, dat jij niet wilt rijden. Kijk, ik heb het dan al een keer op café een mensen een patoter op zijn neus weten te geven. Dat bloed eruit spot, gult de gans voor niets. Hé, hey, ho, dat was niet voor niets, hè? Die gast wil stel lachen met mijn schoenen. Wat vind ik dat voor je toen? Met die nog nu leren van Van Duin, met zijn moustache. Zoek ik nu een racist en mijn best kan me gooien. Had gewoon eens wachten. Ja, de oorlog, joh, maar dat taal niet. Nu zit spel op de wol. Hé, dat zei je niet goed, hè? Dat had verkeerd, je moet zeggen. Nu zit spel op de wol. Hij zegt dat dat geschiet is, dat is nog veel verregen, toch? Loeren, en nu een keer loeren. En altijd naar de wagen. Ja, yes, zwaar. En een nieuwe boel. Hier dan, alstublieft! Oh, je rees maar, kom. Dat is van een neulie kan mee mogen, hoor. Dat is van een neulie van de kan mee mogen. Iets goed uit je klute kopen. Doe schot uit je dorms uit een gat trekken en ermee werken. En doe schot uit je de kopen. Dus jij wilt eigenlijk geld verdienen op de rug van meisjes die om niets te willen. Dat is een beetje het principe van gulden liefdadigheidssector. Het gaat eruit aan mensen die werken voor goede doelen van Amnesty International, het Rode Kruis, UNICEF, dat die dat allemaal voor niks doen. Iemand die hier op een bureau zit op tosje en weet, zegt ook niet dank van de moeite. Hé, men moet niet betalen, hè? Maar ik had u niet herkend. Allee, ze had 20 jaar gelegen, zag er veel jonger uit. En die blauwe pelletjes, dus je verstoord je toch willen zeggen. Wat alstublieft, jongen, ik had een om van op de vrouw te loeren, maar laat u een half uur al in mijn jonge poezen. Heb jij dat over mij? Maar dat een ding dat mijn jonge poezen noemt, maar dan. Laat mij die gsm een keer zien. Meen je dat? Geen gang zelf te moeten misschien? Kijk, en begin maar kans te typen. Ze kunnen nu echt ook als u gemakkelijk bij misschien. Vroeger wel, hè, babraatje. Weet het, jammer. Op het moment dat ik die vlieg opgroep, ging mijn telefoon in. Er was een gast uit Giesbergen. En die werd dan geconfronteerd met het overlijden van een kameel. Waar doe nog toe? Oh, zie ze nu gelegen, een juist schoene piste. Ik had iets nog niet gezien dat het een kameel was. Ze lag op hun rug, hè.